Hallo bij Legion en welkom bij een nieuwe part van Castle Crashers. Net left. Dot. Auw. Bitches. Oi, eet mijn vuurballen. En jump. Het damage wel iets, maar het is gewoon crap eigenlijk. Beter gezegd. Zij gooien ook met bommen, dat is niet chill. Ga dood. Het beste werkt volgens mij bij hun nog steeds gewoon kaart rachen op die lui. Werkt volgens mij nog steeds het beste. Want als je kijkt hoeveel damage we nou doen, zeg maar. Dat is volgens mij iets meer dan. Dan met puur vuur. Come on, monkey. Oh no. Oh, we zijn dood nu al. Wat een goed begin van de part. Natuurlijk. Kan ook niet eens anders. En ik moet even die combo nog in de gaten houden. Zoals die. We zijn level up. Staat in dat we meer punten hebben die we dan aan speed en andere rommel uit kunnen geven. Wat wel handig is. Ben je nu nog niet dood, vriend? Ga dood. Yay! Diamant? Oh, damn! Dat is de eerste keer dat we een diamant hebben zelfs. Dat is nieuw. Daf. Als ik er maar eentje dood heb, dan is het goed. Wist het, er kwam een vuurbal naar ons toe. Banaan! Nee, aapje, banaan is niet voor jou, is voor mij. Sowieso dat gewoon fighten tegen deze monsters thuis helemaal beter werkt. Als je wel merkt. Hij is aan het burnen. Goed bezig. Hij rent er gewoon in. Domme hasses. Dom jongen, dat is waar. Heel warm. Dat klonk kakkerig warm. Oeh, auw. Goed zo, ren allemaal in het vuur. Ah, ja, maar toch, jullie moeten ook. Die lui, wat de fuck is hun probleem? Waarom rennen ze allemaal zo stom? Auw. Auw, wauw, wauw, wauw. Waarom rennen. Auw. Fucking bitch. Waarom rennen ze allemaal in het vuur? Dat is gewoon dom. Dat ding is van mij. Auw. 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 Fucking. What the fuck? Serieus, what the fuck was dat? Wij konden er niet eens naar boven of we waren al dood. Dat was echt. Zo hard verneukt. Maar we gaan even voor speed en archery rommel. Het zal wel goed zijn. Dat was echt verneukt. Ik kon niet eens gewoon weg ook van mijn spawn. Ik had gewoon gelijk. Ik werd gewoon gespawn raped. Dit leven game. Vind ik niet aardig van jou. Nee, dan gaan die lui allemaal dood. Ik ga er toch vanuit van zeggen dat die twee nou wel dood zijn. Puntje en. Die attack werkt echt het beste. Die combo, die laatste combo die we hebben gekregen. Dat je gewoon op X moet rachen en af en toe een keer op Y. Dat werkt perfect. Want je gooit die lui allemaal op elkaar, wat ook chill is. Kijk hier, dat bedoel ik. Ik word gewoon gespawn-raped hier. Fucking bitch game. Auw. Zo gauw als ik spawn, dan is die dude weer met zijn vuurbal bezig. Auw. Ah, hier, nou dat bedoel ik. What the fuck? We worden echt gewoon geraped door een vuurbal. Wat ik even ga doen, is we gaan een dingen kopen. Die niet. What the fuck? Oh ja. Spiny increases your defense. Dat gaat nooit lukken. We gaan een boterham kopen. En we gaan er. Twee kopen, omdat het kan. Omdat we ook nog die andere dingen hebben, dat kasteel. Dat we ook nog moesten aanvallen. Dat we hebben geprobeerd en de vorige part, maar toen ging ik dood. En wat ik nu ga doen. Ik had geen potions meer ook voor de duidelijkheid. Maar wat ik nu ga doen is gewoon op een gegeven moment een fucking boterham eten. Zodat we big ass worden en dan sla ik iedereen op hun bakkes. En dan gaan we niet dood, hopelijk. Fuck jou en je vuurbal, bitch.
komt u maar. Ja, want deze die kan ik nog aan zonder nu damage te krijgen, dus dat is wel wat chill. Dat is echt wel een hele vooruitgang. Upper, per, dingen. Run! We hebben nu hogere speed, wat op zich wel chill is. Op een gegeven moment kunnen we echt speedrunnen. Maar het probleem daarvan is, dat je op een gegeven moment... Heb je er niks aan. Want je kunt wel lekker gaan speedrunnen, maar je moet elke keer area fighten, dus... Op een gegeven moment dan heeft het echt gewoon geen nut om snel te gaan rennen. Maar je kunt toch niet verder rennen, dan loop je tegen die muur op. Jou in je vuurbal. Toch niet dood? Ga dood. Dank u. Zeer vriendelijk. Ga je doorlopen. Oh, er komen nog meer mensen aan. Gaat er sowieso wel waarschijnlijk wel één met de vuurbal spelen. Oh, er is er ook één met sowieso vuur aan het spelen. Dat kun je ook eens zien, want die heeft magic geëquipt, maar die gloeit. Gloeit heel mooi. Holy crap, what the fuck is dat? Ah, volgens mij is het tijd om een boterham te gaan eten, bitches. Geef mij een appel. God damn it. Daarvoor heb ik jou niet aangenomen, monkey. Dan moet ik... dat hoeft niet. Volgens mij krijgen we van hem een boterham. Dacht ik. Dat moet haast wel, want anders dan kun je niks. Ja, zie je boterham. Krijg ik van jou dan een appel of iets van HP? Thank you very much. Dat zou heel fijn zijn. Nog een boterham. Nice, we kunnen hier boterhams farmen. Dat zou chill zijn als je hier boterhams kunt farmen. Gewoon elke keer een nieuwe dude komt hier. Dat je een nieuwe boterham krijgt. Oh my god. Yes. Boterham farmen. Fucking awesome. Hoeveel boterhams kunnen we... Boterhammen is het trouwens. Hoeveel boterhammen kunnen wij, denk je, equippen? Voordat de limit gehit is, zeg maar. Ik weet niet, aan de ene kant vermoed ik 5. Dat zou ook wel eens 10 kunnen zijn. We gaan gewoon iedereen afmatten wie hier loopt. Yay, 6. 2 uur later heb ik 99 boterhammen. Dat zou wel fucked up zijn trouwens. Dan ben ik heel langzaam bezig als dat 2 uur duurde. En nog een boterham. En we levelen ook, hè. Dit is ook nog XP farmen. Fucking genius. Als je XP wil farmen en boterham wil farmen... Auw. Pak dit, auw. Pak dit level in Castle Crusher. Fucking easy, what the fuck. Als we het nu niet meer halen, hè, door een boterham gekloot, dan faal ik echt heel hard. Dit is perfect. Fucking boterham farmen. De boterhamboerderij. Ah, we kunnen niet meer pakken. Dus 9 is de limit, weten we dat ook weer. Ik loop er jou overheen, what the fuck. We wachten nog heel even. Eten we die boterham op en dan pakken we deze op. Dan hebben we tenminste een boterham vast. Dan weten we dat ook weer, 9 is de limit. En we zijn level up. God fucking blam. Staff. Niet dood. Ga dood. Volcano town. No active volcanoes. Hebben we dit überhaupt al een keer gehaald? Zo ver? Ik weet het eigenlijk niet hoe ver ik in de vorige part ben gekomen. Fuck jou. Auw, auw. Een fucking, auw, een fucking muntje. Ga dood. Please ga dood. Staff in de hel, ook al zijn we daar al volgens mij. Tenminste, dit lijkt wel een klein beetje op mijn haar. Oh, nice, we krijgen food van die beelden. Nee, niet van allemaal.
Zou ik eentje een diertje bevatten? Diertje. Een hamburger. Fucking genius. Die kunnen we niet. Vanaf deze dan. What the fuck is dat? Ah, dat was een blueberry. Of zoiets. I suppose. Na 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 na. Wow. Hey. Daar ben ik niet van gediend. Auw. God damn it, jongen. Samen met een vier vuurrommel. Dat is fucked up. Auw. Huh? Oh my god. Nou ben ik nog zo lomp en dan gaan we nog dood. Sad face. Ja. Gaan we voor defense of gaan we voor agility? En archery, wat ik eigenlijk nooit gebruik. Volgens mij kunnen we beter voor defense of damage gaan. Als we meer damage doen, dan komen we er ook wel sneller voorbij. Dit is echt nog niet zo makkelijk. Weet je wat we gaan doen? We gaan even potions kopen. Als dat hier kan. Ja, dat kan. We gaan er 5 kopen. Dat zal wel goed zijn. En dan gaan we dat kasteel onderaan nog een keer proberen. Dan gaan we niet verder met dit, want anders wordt het natuurlijk ook wat donder saai voor jullie. En voor mij trouwens ook wel, maar voor jullie natuurlijk ook. Gaan we hier naartoe, gaan we die deur open, roppen. Niks, hahaha, bitch. I'm home. Gaan we die laten battelen. We doen nu meer damage. Aardig wat trouwens, zo te zien. 15, 18. Auw, damage is zeker niet slecht. Om te upgraden. Bom. Weken, staaf. Food. Fuck jou. Ja, het gaat steeds beter. Op zich. Ik zeg. Ik word er wel iets beter in deze game. Uiteindelijk zijn we level 100. Nee, zover ga ik niet. Ik weet niet eens wat de level cap is eigenlijk. Kan zijn dat het level 30 is ofzo. Denk het niet, want skill points komen er dan niet uit. Kan nog eens level 100. Auw, level 100 kunnen zijn. Voor mij mag die jongen wel doodgaan inmiddels. Dank u. Is ook iemand zichzelf aan het afschieten, dat is ook goed bezig. Staff. Je dood! Doe zwijnhonden. Alleen die doen nog. Geef die zijn hoofd ligt eraf. Oh, ook maar een muntje. Oh ja, hier ging ik de vorige keer dood. Maar... ja, bij die stampers. Auw. Auw. Een potion innemen, anders hebben we de lul. Hier zijn we misschien wel speed nodig. Dat is wel handig geweest. Wat zit er in die kist? Oh ja, drop that beat. Yay, we zijn er. Oh. Ik zie allemaal touwen en wat... Oh, is dit een lift? Dit is een lift. Niks aan de hand. Oh, we hadden wel... Jawel, er is wel wat aan de hand. Er wordt gevochten op de lift. Er mogen maar 13 personen op deze lift. Dat zijn er wel meer. Er mogen maar 6 mensen op deze lift. En een lift en een... Gewicht van... Oh, fuck. Oh, fuck it. En een gewicht van... Weet ik hoeveel. Fuck jullie allemaal. Kom hier, jongen. Brutus is bezig. De Hulk. Kom hier. Niet dat ik echt veel meer damage doe als Brutus zijn er trouwens, om eerlijk te zijn, maar... dat is een ander verhaal. Food! Fuck off! Ik moet bij die food komen, dank u. Nog meer food. Food! Give me... Auw, food! Staff! Pitches, oeh, auw, bom. De Alibaba strijder, ga weg. Hier, vangen. Yay, en een banaan. Wat een. Oh my god, wat een aankomst ook. Gelijk, drrr, gelijk 2 lijnen aan de training. Auw, een bom. Auw. Zijn de fake.
muntje. Pak jouw muntje. Ik denk ze op zijn minst alvast de potion equippen. Anders dan gaat het weer mis, dat zie ik nog wel eens gebeuren. En een banaan. Dank u, game. Zeer lief van jou, game. Zeer lief. Oh, fuck, een banaan. En een Angry Bird. Hey, kijk, een Angry Bird. Oké, laten we gelijk mijn HP equippen, want anders komt dat nooit goed. Serieus, auw, maar 3 damage. Oh, eerst die schermer duurt maar, denk ik. Oeh, fuck. Dude, die lompe dude is niet lief. Die lompe dude is een biatch. Wacht, wij gaan ook lompe dude worden. Fuck hem. Kom hier, bitch. Oh. XXXXX. What the fuck? Oh, for fuck's sakes. Auw. We waren cornered. Dat is het probleem. Ik moet zo hard op X raggen. Dat bedoel ik. Dat op X raggen, daar werkt me voor geen meter, joh. Oeh, fuck. Ah, oh, god damn it. Oh. We gaan echt snel dood. In die game. Is niet lief. Shadfish. Oh. Nou, alles wat ik... Ja, is helemaal weg. Toch verneukt. Stats. Sadfish. Alle castle progress is nu dus Pleitos. Nu hebben we alleen Lava World weer om te proberen. En dat is een fucked up. Dat is ook fucked up voor jullie. Om de hele tijd fucking zelf te zien. Dat kan ik goed begrijpen. En dat is ook gewoon irritant. Dat zou ik ook irritant vinden, maar ik kan het niet anders maken. Het hoort nou helemaal bij de game. Dat is de game dit. En dat is nog behoorlijk moeilijk. Moeilijker dan ik dacht om eerlijk te zijn ook. Veel moeilijker dan ik dacht. En misschien moet ik een keer blok gaan gebruiken. Is dat een goed idee? Ja, inderdaad. Geef mij dat fucking muntje. Ah, we hebben geen ding meer, we hebben alleen nog een boterham. Kom maar. Auw. Bitch. Archery, het werkt wel, maar je houdt ze op afstand. Maar echt fijn werken doet het niet, vind ik. Het speelt gewoon niet fijn, beter gezegd. Het werkt wel, maar het speelt gewoon niet fijn. Het zwaard werkt dan een stuk beter. Oh, for fuck's sake. Dude. Oh, die fucking ballen van hem, hè. Geef mij food. Monkey. Je zou me food geven. Jee, we zijn level up. Op de tank. Dat is wel een troost. We zijn level up. Boterham. Heel even boterham farmen. Maar niet, het is gratis, dus fuck dat. Als het gratis is, zal het pakken. We zijn Nederlanders. Nou ja, ik heb ook Vlaamse kijkers trouwens. Belgische kijkers, hoe je ze wil noemen. Die zijn volgens het stereotype niet zuinig natuurlijk. Het zijn alleen de Nederlanders. Bezig. Ah, die duurt nog. Hey, kijk, een boterham. Is boos. Nya. Ah.
Waar? Nou, moet zeggen, mag ik nog naar boven of mag ik niet naar boven? Kom maar, bring it, bitches. Ah, alhoewel, geen vuur shit, jongen. Final magic, bitches. Oh, for fuck's sake. Kom krap aan hier weg. Dat is fucked up. Goed, monkey. Ik heb jou ingehuurd voor iets. Dank u, een banaan. Die is niet voor jezelf. Ik krijg geen voedsel. Als jij maar geen goede dingen geeft, krijg ik een dankkip wel. Hey, nou mag je een banaan hebben, monkey. Zit hier ook food achter? Algemeen. Tjus, what the fuck zijn dat voor attacks, jongen? Fucking ziek. Auw. Muntje. Nee. Ah, oh, zit ik al niks in. Hier komen ze nog laai aan, volgens mij. Yep. Auw. Ah, die wou ik eigenlijk nog niet oppakken, maar kijk. Goed. Doen we dat wel, hè. Oh, you bitch. Staff. Get taught. Go to help. Damn. Zijn we al. Auw. Fuck jullie heel hard. Dank u. Ah, en nu even hier nog HP. Please. Dat was iets HP. Onder in het scherm ook nog, maar dan kan ik hier bij je wel. Money. Een amulet. En kan ik niet zien, maar dat zal iets zijn. Nog meer money. En nog meer money. En food. En klaar. Hey, what the fuck? We hebben nu die big dude niet, what the fuck? What the fuck? We hebben nu die big dude niet. Was de game zijn probleem? Oh. Ik had liever die big dude. What the fuck game? Ah, staaf, iedereen. Ze al. Ah, what the fuck? Misschien bones af. Bezig. Aapje. Voedsel. En dat is een oops, rape. Die skeletonen zijn fucking easy. What the fuck? Blijf van mijn food af. Kom hier. Die kant op. Nou, ze zijn met z'n drieën dood zelfs. Pissig. Staaf. Yes. Ik heb zijn zwaard. Ik weet niet of dat nou echt beter is. Staat plus 1 agility. Oh, fuck it. Zal goed zijn. We rennen gewoon. Nee, oké. Okay, dat ding is ook crap. Au. Au, au, wauw. Ga dood. Fuck sakes. Please. Ik heb alleen een bootram. Ik kan even boos worden en groot. Maar dan ragen ze me ook zo dood. Helaas helpt het niet dat je dan meer HP hebt ofzo. Spijtig genoeg. Want daar zijn we dood. God damn it. Echt fucked up. En dan moeten we helemaal weer overnieuw beginnen natuurlijk. Dat is nog het verneukste. Ik hoop alsnog dat je het een leuke part vond. Als je het een leuke part vond, laat het weten in de comments natuurlijk. Geef een dikke thumbs up en deel met je vrienden. En dan zie ik je weer in de volgende part waar we gewoon al voorbij deze bossfight zijn dagen en dan hopen dat het goed gaat. En dan zie ik je dus wel in de volgende video. Later.